Rick, jij wilde Judith ten huwelijk vragen. Ja, dat klopt. En wat was daarop je antwoord? Ja, alleen als de koningin het goed zou vinden, zou ik met hem willen trouwen. En wat heb jij toen gedaan? Toen heb ik dat geregeld. Ja. We waren met een campertje van Noord naar Zuid Argentinië en toen kwamen we door het dorp waar de broer van Maxima, Martin Zorrieta, een restaurantje heeft. Daar wilden we gaan eten. Martin was er niet. Er was wel toevallig een timmerman aan het werk en dat was een goede vriend van Martin en hij sprak Nederlands. Dus dat was makkelijk. Die timmerman die vertelde dus ook dat Maxima daar een week later ook in dat restaurantje zou zijn. Dus dat was wel echt, ja, hoe mooi kun je het hebben dat je gewoon in een restaurant bent waar Maxima ook komt. Dus dan hebben we een kaart gekocht, naar onszelf geadresseerd. En daarop hebben we haar ook gevraagd, of ik heb er als noot bij geschreven. PS, mijn vriendin heeft me beloofd dat ze met me wil trouwen. Als wij deze kaart retour krijgen. Aan onszelf geadresseerd, 5 euro en pesos erbij geleverd. En in de hoop dat de timmerman hem aan Martin zou geven. Martin aan Maxima. En Maxima hem zou ondertekenen, plus een kleine notitie, en op de post zou doen. En 2 maanden later kregen we post van Maxima. Hij was ondertekend door Maxima, authentieke handtekening. En ze heeft er nog eens tekst opgezet van fijn dat u Argentinië zo leuk vindt. En ik hoop dat ze met u gaat trouwen. Dus we hebben de goedkeuring van de koningin om te gaan trouwen. Nou ja, dan is het snel bekeken en dan moet je actie ondernemen. Nu je goedkeuring hebt van de koningin, geef eens een ja-woord. Ja, natuurlijk hoefde ik niet heel lang te twijfelen. Want ik wil natuurlijk dolgraag trouwen met de liefde van mijn leven. Maar ja... Toen hij het gewoon echt voor elkaar had gekregen, toen had ik natuurlijk gewoon helemaal zoiets van ja, hoe gaaf dat je dit hebt geregeld. En ja, zeker. Ja. Dolgraag. Precies. En wanneer gaat het gebeuren? 28 augustus. En komt ze? Ja, dat is wel onze bedoeling. Ja. We gaan er vanuit.